Ruim 300 zesdeklassers van Sipaliwini zijn gisteren naar Paramaribo afgereisd. De scholieren hebben diverse monumentale gebouwen en historische plekken bezichtigd. Ze brachten vandaag ook een bezoek aan de Nationale Assemblée. Assembleelid Silvana Afonsuwa, een van de initiatiefnemers, legt uit wat de bedoeling is van deze trip. Het is meer een weekend om ze te motiveren. En een beetje ook een rondleiding te geven in Paramaribo om de historische plekken en de monumenten ook zelf te zien. Want ze hebben ervan gehoord. De leerkrachten hebben het behandeld tijdens de lessen. Maar het is goed dat zij het ook persoonlijk zien en meemaken. En daarnaast mochten ze ook op het terrein van ons paleis gaan. En ze hebben dan ook een sessie gehad met de voorzitter van de Nationale Assemblée. Zowel de kinderen als hun leerkrachten zijn blij met deze trip. Vooral de sessie in de Nationale Assemblée vond de groep zeer leerrijk. Ik vind het echt een geweldig initiatief, omdat wij zelf op ons beurt probeerden om, zeg maar, van elk school probeerden we dus allemaal te organiseren dat we de kinderen konden meenemen. Maar het lukte niet, het is eigenlijk niet gelukt op alle scholen. Dus dan heeft dus een andere groep het initiatief genomen om het dan zodanig te regelen voor ons. Ze zijn heel mooi. Ja, ik vind ze top. Ik vind het leuk. Ze hebben ons een paar dingen geleerd en ik vind het leuk. Wat is het beste wat je tot nu toe gezien hebt? De Nationale Assemblée. Wat vond je zo leuk aan de Nationale Assemblée? Ze hebben ons een paar dingen geleerd over de stadsraad, hoe we moeten leven, over wetten, wie de wetten goedkeuren. Enkele leerlingen van Sipaliwini die een bezoek hebben gebracht aan Paramaribo. De groep bezocht vandaag Saramaka en vertrekt morgen terug naar huis.